Dag beste kijkers en luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van Foto's met Kuduk Droog. Een podcast waarin we het hebben over foto's, feiten en fedivers. Onze gast van vandaag lijkt wel een begrafenisondernemer. Ik bedoel daarmee, hij is altijd in kostuum en er is maar weinig om mee te lachen. Deze ex-Nederlander zien we vaak op tv. Deze ex-Nederlander zien we te vaak op tv. Punt. Een late-night show presenteren is voor hem een ideale wereld. Knipoog, knipoog, knipoog. Maar de kijkcijfers van zijn late-night show kelderden zo hard dat zelfs Marc Dutroux zijn hoedje afdoet. Maar alle gekheid op een stokje, deze nieuwe Belg beschikt over een palmares waar zelfs een Nederlander u zou tegenzeggen. Hij stond op menig podia in binnen- en buitenland, presenteerde talloze succesvolle tv-programma's en heeft een dubbele voornaam. Allemaal dingen die ik niet kan zeggen. Tot slot wil ik ook nog eventjes melden dat dit de laatste aflevering is van dit seizoen. Ik zou willen zeggen dat we eindigen in schoonheid, maar zoals jullie kunnen zien is dat een flagrante leugen. Welkom Jan-Jaap van der Wal. Ja, goedenavond. Dank u om langs te komen. Ja, maar natuurlijk. Het was een moeilijk parcours, hè? Ja, om hier te raken. Om hier, ja, überhaupt te zijn. We hebben elektriciteitsproblemen gehad, er zijn wel gezondheidsproblemen geweest. Jij hebt mij de tekst gestuurd van de introductie. Ja. Toen heb ik een hele nacht op de wc gezeten. En huilen. Diarree, kotsen, huilen vooral. Ja. En toen was de elektriciteit uitgevallen. Ja. Vanuit jullie. Wat gewoon echt een smoes is. Ja. Natuurlijk. We hebben een andere gast eigenlijk gevraagd. Daarom. Ja. En dat was gewoon schaamte vanuit jullie kant. En nu zit ik hier, weet je wel. Ja. Dus ik ben hier naartoe komen rijden. Ik zit in een wijk waarvan ik hoop dat mijn auto er zometeen nog is. Ja. Maar ik ben er, weet je wel. Ja. Top. Nederlandse nummerplaat ook. Hebben we het ook al even over gehad? Zeker. Ja, maar dat wordt geregeld. Ik moet dat naar een Belgische nummerplaat doen. Dat moet? Ja, dat moet, ja. Ah ja. Ja, dus ik heb hier nu een bedrijf. Oké. Okay. Ik heb een verblijfskaart. Ola. Een Rijksregisternummer. En nu moet ik dus ook nog een Belgische nummerplaat. En dat met een echt volledig officieel Belg. Ja. Oké. Okay. Nee, trouwens helemaal niet. Dan mag ik hier gewoon zijn. Dan moet hier gewoon zijn. Ja, ja. Je mag hier sowieso alles zijn. Je mag er zijn. Ja, maar dan echt. Ah, en dan officieel op papier. Maar dan echt op papier, ja. Oké. Veel succes daarmee. Als we de Belgische staat een beetje kunnen inschatten, zal het nog wel een half jaar duren. Ik denk dat het wel een half jaar duurt, ja. Maar ik geloof dat de elektriciteit was uitgevallen, zeiden ze. Ja. Dus ja, dat is een common excuse. Ja. Echt waar, by the way. Gaat dat voor een persoonlijke nummerplaat? Nou, het zou wel mooi zijn, hè? Hoe duur is dat ook weer? 1000 euro. Ah ja, dat kan ik betalen. Dan neem ik er twee. Van achter. Nee, ik zit er wel over na te denken, ja. En wat zou dat zijn? Ben Weitz. Iemand volledig anders. Ja, Ben Weitz. Michael Jackson, dat ze denken, wauw. Ja, nee, maar gewoon, en dat mensen echt wel een beetje agressief worden en zo. En dan mij zien. Dat is leuk. Maar hadden dan niet heel veel expres worden aangereden? Ik denk het wel. Maar dan verdien ik ook geld van de verzekering weer terug. Ja. Nederlander blijft Nederlander. He? Smart. Ongelooflijk. Nee. Wij beginnen onze podcast altijd met een ijsbreker. We zijn nog niet begonnen? Ja, in principe wel. We hebben altijd een beginvraag. Maar ja, inderdaad, we zijn al begonnen. En ik had hier genoteerd, waarom zijn wij niet uitgenodigd bij jouw late night show? Wij hadden elke zondag vrijgehouden. Hè? Ja. Elke zondag. Elke zondag. Om te beginnen, ik weet dat jij bestaat. Ja, dat is al keigoed. Ja, wel meer als mijn vader. Ja. maar ik wist niet dat jullie een duo waren. Ah, ja, oké. Om te beginnen. En kijk, de bedoeling is nog steeds dat er meerdere seizoenen komen. Dus het kan nog altijd. Het kan nog altijd. Is het al officieel dat er een tweede seizoen komt? Of? Ik ga rond de verkiezingen iets doen, ja. Ah, cool. Ja. Ah ja, cool. En voorstelling of echt een tv-programma? Ja, het is een soort doorbordurend op Jacob Zondag, ja. Ah ja, op televisie. En in theater ook. Dus ik ga in theater een show doen over de verkiezingen en op televisie. Oh, kijk eens dan. Bij de walletjes. Bij de walletjes. En ik was een beetje in paniek omdat de regering misschien ging vallen deze week. Maar dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Want anders had ik nu al moeten beginnen met schrijven. Maar nu kan ik het een beetje uitstellen. Oké, nog wat rust. Ja. Had je dan nodig, rust?
Want dat lijkt me wel ideale wereld en dan zo die, ja, die ik denk, talkshow. Dat is hard werken. Ik denk altijd, ja, sowieso hard werken. Maar ik denk altijd dat ik rust nodig heb en dan heb ik rust en dan vervel ik me kapot. Ja. En mijn hoofd staat nooit stil, dus het gaat altijd wel door. Herkenbaar. Ja. Herkenbaar. Ja, is dat herkenbaar? Een hoofd dat nooit stil is, ja. Constant denken of zo. Dus, ja, en denken, ik moet nu dit en ik moet nu dat. Ja. Maar goed, ik heb ook een kind van zes, geloof ik. Ja, zes. En dus dat maakt het wel dat je gewoon met je voeten terug op aarde bent. Ja, ja. Je hebt altijd een taak, bedoel je. Altijd een taak, zeker wel. Ja. Papa zijn is job number one. Ja, nou, twee. Job nummer twee, maar ja, wel een belangrijke job. Ja. Het is nog altijd mama natuurlijk die kan overpakken. Die is er ook, ja. Oké, okay, dus ja. Dat is al mooi tegenwoordig dat de mama nog in het spel is ook. Ja. Toch, dat is al een prestatie. Zes jaar is al een prestatie. Dat is goed, ja. Meestal, is dat zo? Ja, ik denk als je nu in de klas vraagt welke ouders zijn nog samen, dat er niet veel kindjes zijn. Nee, dat is wel waar, dat is wel waar. Ja, dat is ook prestatie, ja. Dus proficiat, ik weet niet. Wil je ervoor klappen of niet? Voilà, kijk eens aan. We zijn hier enorm onder de indruk, nu al. Ja, dat is mijn vrouw trouwens, die is hier ook. En, Die zit in een auto. Ja. De auto te bewaken. Ja. Oké. En een Kalashnikov. Ik hoop dat je de raam dan een klein beetje naar beneden hebt gedaan. Ja, sowieso. Oké, dat is het toch. Dat is een beetje levend uitkomt. In de podcast Foto's met Judith Droog gaat het niet geheel onverwachts over foto's. Ja. Dus wij hebben er een paar geselecteerd. Wij gaan die hier projecteren en dan hopen wij dat dat een startschot is voor een leuk gesprek. Ja. En zo niet, ja. En zo niet staren we elkaar aan in doodse stilte. Nee, maar dat gaat niet gebeuren, denk ik. Dat denk ik ook niet. Het zijn foto's waar ik iets mee heb. Ja, normaal gezien wel. Ja. Ze zijn ook online te vinden, dus we gaan geen dickpics hier laten zien van jou. Ah, jammer. Maar die zijn ook online te vinden van mij. Ja, oh. Ja. Dat is nu wel jammer. Dickpics, Jaap. Het is echt 16 pagina's Google wel. Ja. Oké. Okay. Ja. Deep dive. Ja, precies. Ja. Maar dat staat er zelf ook op. Want anders en een watermerk. Een watermerk, ja. Okay. Ah, trots. Ja, echt trots. En trots. Tentoonstelling misschien ooit? Of? Zeker, zeker. Ja. Ik ben erover aan het praten. Jan-Jaap op zaterdag. Jan-Jaap op zaterdag. Jan-Jaap op iedere dag. Jan-Jaap op de achterkant van je auto. Ja. Tof. Ja. Ook een goede nummerplaat, hè. Dickpics. Dickpics. Ja, Dickpics. Gewoon ja, maar het blijft ook bij Ben Weitz. Toch Ben Weitz. Ja. Maar welke nummerplaat heeft Ben Weitz dan? Jan-Jaap van der Wallen. Oh! Ja. Face-off. Ja, eigenlijk. Nicolas Cage in de John Travolta gewijs. Ja, Ben Weitz is... Ik had Ben Weitz een beetje belachelijk gemaakt in mijn show. En toen moest ik de dag na optreden voor de Nederlandse en Vlaamse onderwijsministers. Top publiek lijkt soort dat? Top. Ja, die hadden een soort Vlaamse-Nederlandse onderwijstop. En de Nederlandse onderwijsminister die ken ik goed. Dat is Robert Dijkgraaf. Dat is een wetenschapper geweest. En dus die groet ik na afloop. En ik zag dat Ben Weitz dat ook zag. En die kwam als een soort, razendsnel mannetje kwam die zo tussendoor om mij een hand te geven. En er is iemand die daar een foto van heeft gemaakt. Oké. Zodat hij vervolgens op zijn Instagram eventueel... kunnen uitpakken met dat we dikke vrienden zijn. Oké. Ja. En dat was de eerste keer dat ik Ben Weitz ontmoette. Okay, ja. Ah ja, en dan heb je hem daarna nog eens goed belachelijk gemaakt? Of? Nee. In hoeverre dat je zelf doet natuurlijk. Maar dat ga ik wel onthouden natuurlijk, dat soort dingen. Ja. Dat krijgt hij nog. Dat krijgt hij nog. Oké. Tenzij het nu de eerste foto is. Ben Weitz, special guest. Ja, Marijke of Jaco, ik weet niet wie aan de knoppen zit. Maar jullie mogen eventjes... De eerste foto tentoon spreiden, stellen, I don't know. Go! Ja. Ja, we zien hier de vlag van België. Het is niet Duitsland omgekeerd. We hebben een beetje gelezen. Ja, je verklaart de liefde voor België, Vlaanderen. Toch wel redelijk vaker dan normaal. Dat is bijna gestoord eigenlijk. Van waar komt die liefde? Kijk, het serieuze antwoord is dat het gewoon gebeurd is. Dus verliefdheid gebeurt. Dus kijk, ik was hier wel uiteraard. Het was niet dat ik thuis in Amsterdam zat en dat ik dacht... Hey, ik moet naar Vlaanderen. Ik ben verliefd op Vlaanderen, helemaal niet. Maar ik heb hier opgetreden in 2014 of zo. En in Gent en zo, in een heel, heel leuk theatertje. En daar zaten allemaal mensen, die vonden het leuk en... Die snapte wat ik deed en de afloop lang blijven hangen. En zo door die Gentse nacht terug naar mijn hotel lopen. Toen dacht ik, dit wil ik vaker doen. Mm-hmm. En dan wil ik niet weer helemaal in Nederland een tournee doen. En dat je dan ook het einde nog vier keer naar Vlaanderen gaat. Dus ik dacht, dan wil ik echt
Daar ga ik ervoor. En ik had een documentaire gemaakt toen over stand-up comedians in Joegoslavië, in voormalig Joegoslavië. Ik heb daar ook opgetreden in Bosnië en in Belgrado en zo. En daar kwam ik er al achter dat comedy eigenlijk een hele leuke manier is om een land te leren kennen, om daar iets over te zeggen. En eigenlijk dat is wat stand-up comedy moet doen in het hier en nu zijn. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, dat kan ik natuurlijk ook gewoon met België doen. En toen ben ik bij Café Corsari, dat was een televisieprogramma toen. Freek Braakman? Ja. Met Freek en Thomas. Thomas de Soete. Thomas de Soete. En daar heb ik iedere maandag had ik daar een soort item. En toen ben ik 3 maanden in Antwerpen gaan wonen. En toen heb ik een show geschreven. Oeh. Ja. En dat komt eigenlijk allemaal door die ene nacht in Gent. Ja, dat kan gebeuren. Ja, dat kan veel gebeuren op een nacht in Gent. Prachtige titel voor een boek eigenlijk ook. Hè? Ja, maar ik kan niet schrijven. Ik kan wel schrijven, maar ik ga geen boek schrijven. Nee, een audioboek. Een audioboek? Dat zou kunnen, hè? Ja, maar dan moet je eerst een echt boek hebben geschreven. Om dat dan voor te lezen. Ja. Of gewoon vertellen vanuit het hart. Ik heb het nu verteld. Voilà, dit is toch ook dit is het boek. Dit is een soort audioboek. Ja, dat is waar. Absoluut. Ja. Absoluut. Maar je zei er juist dat je had opgetreden in Belgrado en zo. Oorlogsgebied, neem ik aan, of nee? Allee, ex-oorlogsgebied. Nee, ex-oorlogsgebied. Ja, maar volgende week gaat het naar Oekraïne. Ja, maar nee. Nee, dat wil ik wel heel graag trouwens. Nee, ik heb... Er is een hele bloeiende comedy scene in allemaal landen waar wij geen weet van hebben. Mm-hmm. En dus ook in voormalig Joegoslavië. En het bijzondere was dat... Kroatische comedians treden daar ook voor Servisch publiek. Mm. En Servische comedians voor Bosnië. En al die dingen. En mijn doel was om in Bosnië ook te treden. En om daar een grap te maken over de Nederlandse blauwhelmen. Die daar extreem gefaald hebben. en dat was heel spannend en dat is gelukt. En dat is waar die film een beetje over gaat. Maar dat is dan een Engelse show, neem ik aan? Of wel? Ja, daar heb ik in het Engels ook getreden. Ja, in het Engels. Ja. En dat was de eerste keer in het Engels of toen daarna nog? Nou, niet de eerste keer, maar ik doe dat niet heel vaak. Ja. Maar het is wel heel leuk. Maar dan vertaalde eigenlijk een show die je al hebt in Noord-Engels of is dat een aparte show? Nee, dat is juist wat ik leuk vind om te doen en wat ik ook wel kan, is dat ik niet ter plekke alles van A tot Z verzin, maar wel, een comedian moet iemand zijn die ook de plek is en daar is. Dus van, je moet niet... Als je in een comedyclub staat, doen alsof je in het Sportpaleis staat. En je moet over het hier en nu gaan, zeg maar. Ja. En dat was heel leuk. Dus ik liep daar rond in de stad en dan... Dan laat je inspireren. Ja, dingen die me ook vielen. En dat is natuurlijk heel leuk. Een comedian kan in principe dingen zien die gewoon op straat liggen, letterlijk en figuurlijk. Maar die andere mensen niet meer zien, omdat ze het zo gewoon zijn. Mm-hmm. En dat is ons talent, dat wij dat oppikken en laten zien. En zeggen van, hé, dit is hier in de hand. Want dan is dat gewandeld smiddags door de straat en s'avonds zit dat in uw show, bij wijze van spreken. Ja, dat kan, ja. Dat is wel cool, hè? Ja. Nice. Dus jij ging eigenlijk met een leeg papier naar daar? Enkel die mop van de blauwhelmen had je in je hoofd? Ja, en ik had een paar dingetjes wel zo vertaald, zeg maar wel die over mij gaan Het heeft geen zin om allemaal materiaal over je relatie of over... Nee, daar hebben die mensen inderdaad waarschijnlijk geen boodschap aan. Nee. Maar je weet dan bijvoorbeeld, vrijdagavond heb ik een show. En je zegt dan, ik zou zeggen, laat nog 40-50% van die show over dat optreden leeg. Je laat je dan inspireren. Worden dan niet angstig van op een bepaald moment is het donderdag, ik heb nog niks? Of dat is nooit bij u? Oké. Okay. Heb je er al gehad dat je zo'n show dat je echt had van, ik moet hier een uur vullen, ik heb... 20 minuten materiaal en ik zie wel. Nee, ik ben vrij goed in het doen alsof het iets is. terwijl het niet iets is, zeg maar. Dus met name in de try-out fase bluff ik me er altijd wel doorheen. En natuurlijk, er zijn wel avonden dat je denkt, dit was wel echt heel gênant. Ja. Maar de kunst is om het publiek wel te laten denken op dat moment dat het echt iets heel bijzonders is. Ja, en dan is dan gewoon heel overtuigd. Uw ding zeggen dan alsof dat... Ja, maar dat heb ik altijd wel gehad. Dat is niet omdat ik nu als Nederlander hier ben. Maar in Nederland heb ik dat ook altijd gehad. Ik vind try-outs altijd... Wat dat betreft, ja, je moet er gewoon... Je kunt optreden, dus ga er maar gewoon staan. Is dat talent of ervaring? Dat je dat zo kunt volgen? Beide. Ja. Dus het begint met talent en uiteindelijk is het ervaring. Ja. Maar dat vind ik straf. Nu doe dat dan nog altijd, neem ik aan, als je zo zit. Maar die is toch van A tot Z geschreven nu, als je iets doet? Ja, maar ik schrijf nooit iets uit.
Goh. Dus ik bedenk het en ik ga het doen op het toneel. En het grappige is dat eigenlijk... Dat is een tip. Je moet eigenlijk altijd naar de eerste try-out van een comedian gaan. Omdat die eigenlijk altijd waanzinnig goed is. Omdat, ik zit dit wel heel cool te vertellen. Maar dat gaat natuurlijk wel... Giet natuurlijk wel adrenaline door je lijf. Dus die eerste is eigenlijk ook een soort bluff. Mm. Is altijd waanzinnig. En dan word je altijd strontzat de naam. Dat je, ja, maar het is me weer gelukt. Ja, ja. Yes. En dan de tweede, eigenlijk moet je daar naartoe, want die is kut. Die is altijd heel kut. En de reden dat die kut is? Ja, omdat de eerste zo goed ging. Dus dan denk je, op een wolk. Dit kan ik. Ja. 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 En dan is de tweede, gaat helemaal stroef. En dan vanaf dat moment ga je bouwen, zeg maar. All right. Ja. Maar je schrijft nooit niks op. Jawel, ja, steekwoorden, maar ik niet teksten uitschrijven, nee. Dat is wel crazy. Zot. En dan zit jij bijvoorbeeld, Spanje, en dan weet je, Spanje, dat is dat verhaal met dit. Ja. Bijvoorbeeld, ja. En je moet dat verhaal wel vertellen, ja. Op het podium. En dan voel je al vrij snel, of althans ik voel vrij snel, dat je denkt, hier moet nog wat bij. Of dit is niet interessant, of dat juist wel, of die gedachte is goed en... Dus je zit eigenlijk met een soort dubbele concentratie mee aan het spelen. En werk je met iemand? Pingpong je dan of zo? Of een soort van klankbord? Of is dat echt gewoon in de spiegel dat je kijkt? Of liet jij wat rond de ijsberen in je garage? Of hoe oefen jij dat vooral? Of gewoon, het is een leuk verhaal, ik ga dat nu op podium vertellen. Waarom denk je dat ik een garage heb? Voor uw prachtige wagen met een Nederlandse nummerplaat. Ja, nee. Wie heeft in Antwerpen nou een garage? Ja, ik heb een plek in een parkeergarage. Okay. Als ik daar in de parkeergarage teksten zou gaan... Ja, pas op. ...voor me uit, dan zou ik geen abonnement meer krijgen. Dus. Nee. Nee, ik doe sowieso niks voor de spiegel. Ik zie dat omdat Alex Agnew bijvoorbeeld, die is hier ook geweest, en die doet dat blijkbaar. Die ligt altijd met de ijsberen in zijn garage. Maar ziet hij er gelukkig uit? Nee, en zijn vrouw ook niet. En zijn vrouw ook niet natuurlijk. Er moet dringend iets gebeuren daar inderdaad. Nee, maar goed, volgens mij is het heel simpel. Je hebt een gedachte en als je de volgende ochtend wakker wordt en die gedachte spookt nog steeds door je hoofd, dan weet je dat het iets is. Oké. En daarin heb ik me ook wel eens vergist, hoor. Dus dat je denkt, dit is echt heel leuk, en dan probeer je het 4 keer, maar er wordt niet gelachen. Dat je maar ik ben ervan overtuigd dat het wel leuk is. Blijven volhouden. En blijven volhouden, maar uiteindelijk... Ja, het publiek is toch de beste graadmeter. Dus, dus als het goed is, na 1, 2, 3 keer weet je het gewoon. Mm-hmm. Maar vergeet er dan zo niet dingen? Dat je zegt van, kort je het, Spanje? Oh shit, wat was dat nou weer? Soms wel, hoor. Dus ook als je na de zomer dan weer een show oppakt, dan moet je wel weer eventjes terug. Wat was dat nou weer? Ja, en soms komen mensen naar mij toe en die zeggen, die grap deed je toen. Nou, dan geen idee meer. Ja. Dus op het moment dat die show gedaan is, dan is het ook helemaal weg ook. Ja. Dan weet ik het ook niet meer. Heb je altijd in Antwerpen gewoond? Of ook... in België bedoel je? Ja, nee, altijd in Antwerpen. Ja. Oké. Wat is je favoriete plek? Heb je zo'n leuk plekje dat je zegt, dat daar kom ik echt graag? Dat Giovanni's bijvoorbeeld. Ja, dat is echt leuk. Ja, dat is top. Typisch Antwerps. Typisch Antwerps. Prego. Je krijgt toch echt een speciaal gevoel als je er bent. Zeker. Dat is echt gaaf. Little Italy. Graag willen dat je er bent. La 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 la. De Bertolli is daar ook heel tof. Nee, er zijn zoveel leuke plekken wat dat betreft. Maar de Dancing Chocolat in de Kloosterstraat. Ja, okay. En de Châtelherois museum, ja. Ja, het museum. Top. Overal was ze... Mogen we reclame maken? Zeker. Was ze Kristal ook een bier schenken? Schoen? Ja, daar ben ik. Ja, snap ik. Ik kan even mijn gsm uitzetten, want... Wonder boven wonder word ik wel gebeld, dus sorry. Maar praat vooral voort, jongens. Om te zeggen dat er weer elektriciteitskwannen is. de rekening eigenlijk. Ja. Betalingsherinneringen. Dus dat is uw favoriete bier, Kristal Alken? Ja. Dat is goed. Ja. Ik wil geen Nederlands bier eigenlijk meer drinken. Ah, nee. Sinds ik hier woon. Ah ja. Ja, dat is zo het typische ding. Ik hou ervan. Ik kan niet anders zeggen. Maar goed, dit was niet echt een foto. Dit was een plaatje eigenlijk van een vlag. Ja, dat is een vlag. Ja, klopt, dat is een vlag. Heb jij van heel dichtbij echt een foto lopen maken van die vlag? Nee. Dat is puur Google Images. Hè. Dat is dat is witte randjes aan. Zo. Dat is niet goed uitgeknipt. Ja, ja. Het is,
Ik heb nog wel een vraag, want jij komt oorspronkelijk uit Leeuwarden, Friesland. Klopt, ja. Dat klopt, dat staat op Wikipedia. Ik ken dat enkel van Heerenveen en Cambuur eigenlijk. Wat is er zo... verkoop een keer Friesland. Wat is er zo mooi buiten het schaatsen allicht? Of is dat ook helemaal fout? Nee, Friesland is in die zin... Het is een provincie in Nederland waar mensen graag normaal doen. En ook een heel klein beetje een minderwaardigheidscomplex hebben. Maar wel hard werken. Dus het is eigenlijk West-Vlaanderen, zou je kunnen zeggen. Ja. Ook heel onverstaanbaar. Ook onverstaanbaar. Ja. En eigenlijk... Ze hebben allemaal, een dutje of niet. Ja. En allemaal boeren. En als je er naartoe rijdt, dan denk je, dit ga ik nooit meer doen. Gewoon. Dat is jullie West-Vlaanderen, oké. Okay, ja. Nee, maar de Friese mentaliteit en de Vlaamse mentaliteit hebben wel overeenkomsten. Oké. Okay. Dus in die zin... En een beetje rustig en een beetje, ja, doe maar kalm. En het komt allemaal wel goed, dat. Ja. Dus dat zit wel een beetje daarin. En Leeuwarden, ja, is gewoon een stad in Friesland, zoals Hasselt dat is, of Roeselare. Dus daar is van alles te beleven en niks tegelijkertijd. Ja. Niks bijzonders. Nee, niks bijzonders, nee. Wie is de bekendste Fries? Ben jij dat? Of dat Foppe de Haan? Fokke de Haan is wel een beroemde Fries, ja. Ja, de enige dat je kent. Zijn voetbaltrainer. Ja, klopt. En een Duitse Kroes, hè, is eigenlijk de... Het model. Het model, ja. Ja, 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 ja. En er is een jongen, maar die, gek genoeg, heb ik die nog nooit ontmoet, maar die heet Joost Klein. Joost Klein, is hij ook vandaar, ja. Volgens mij is hij zelfs van Leeuwarden. Oh. Ja, die heeft hier op festivals gestaan, hè? Ja. Joost Klein. Onder andere, ja. Onder andere, dat is een niet kleine artiest. Nee, dat klopt. Dus je bent niet de bekendste dan? Of wel? Nou ja, ik heb nu twee mensen genoemd die jullie ook wel kennen. Maar ja, die zitten hier niet, weet je. Nee. Dit is de waardemeter. Dit is waarde. Voilà, die liggen nu thuis te kotsen en te wachten tot ze over twee weken komen. Duitse Kroes, daar zou Nederland Rick niet voor uitvallen, denk ik. Ja. Duitse Kroes? Duitse Kroes. Is wel een beetje is een wappie, hè? Is hij een wappie, ja? Ja, dat is een viruswappie is dat geworden, hè? Oei. Die was wel op een gegeven moment van, je moet gewoon positiviteit en dan krijg je geen corona, dat. Ah, ja. Ja, oh. Ja. Maar voel je dat? Tijdens bepaalde handelingen niet. Dus. Met Duitse Kroes? Dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Nee. Denk achteraf kunnen we nog babbelen om Duitse Kroes. Ah, je zit tegen corona, ja. Ja, oké, dan. Dan heb ik het nu ook. Ja. Als dat het enige is. Ik ben ook heel positief. Ja. We nemen het erbij. Oké, okay, ja. Waar is dat het bekendste? In Nederland of in België? Denkt het nu? Of is het... Ik denk dat het ontloopt elkaar niet zoveel. In die zin dat ik in Nederland doe ik Dit Was Het Nieuws op televisie. Dat is, een vrij populair programma. Daar kijken heel veel mensen naar. Dus als dat ook televisie is en ik ben in Nederland, dan merk ik het wel, zeg maar. Alleen ja, Vlaanderen is natuurlijk veel kleiner. Mm. Ja. Dus het is hier... Dus ik word hier meer aangesproken, ja, ook straks. Ah, ja. Dat is een goed antwoord, hè? Maar ik vind het leuk ook. Ja? Ja, de mensen zijn hier schattig. En bedanken mij en zeggen... Ze zijn hier nog vriendelijker. Ja, heel vriendelijk, ja. Toch? Ja, in Nederland is het meer... Hey! Ja, dat. Ja. Ja. Ja, dat is dat bier, hè. Dat is ook bier. Dat is een slecht bier daar, hè. En volgt er dan iets naar die hey of dat is... Hey, hey, ga, hey. Hey, goeie, hey, ga. Kom eens. Ja. Kom, ja. Ah, ja. Oké. Okay. Gaan we geruisloos naar de eerste echte foto dan, zou ik zeggen. Ik merkte wat lichte kritiek bij jou. Nee, helemaal niet. We zien hier een foto genaamd Fresh Wagon. Het zou Eminem en D12 kunnen zijn in de eerste. Ja, cool, hè? Wel, hè? Supercool, supercool. The Real Slim Shady. Vertel een keer. Ik zie ook Najib Amhali. Ja, Najib staat ook bij. Nee, het comedy gezelschap ook in Nederland waar wij... allemaal bij zitten, heet Comedy Train. Ja. En Najib en de man in het witte trui is Howard Konkrew. En dan heb je links boven mij is Meurt Mossel. Is een rapper ook van flinke namen. En Roel Evenveer is er. En die speelden al een tijdje bij Comedy Train, maar die vonden dat het publiek in de Comedy Club een beetje te... Ja, niet hun publiek was, zeg maar. Dus zij hebben een frisse wagon van de Comedy Train opgericht, namelijk de Fresh Wagon. Yeah.
En ik kwam daarbij. Wij konden niet rennen, toen was ik 17. En dus ik was ook wel fresh, zullen we maar zeggen. En ik werd de kaas van het groepje, werd ik, zeg maar. De blanke... Ja, ja. Eminem nu eigenlijk. De blanke kaas mocht ik mee. En wij hebben heel veel opgetreden. En tussendoor zie je ook nog Mel, dat was onze DJ. Dus we hadden een DJ die dan tunes bij had als wij opkwamen en zo. Def Jam Comedy is zo wat. Beetje die stijl wel. En we hebben ook wel sketches gedaan en zo, maar dat... Dat ging niet, maar wel gewoon na elkaar optreden. En dan kwam de Fresh Wagon. En ja, die avonden waren wel legendarisch. Het was wel echt te gek. Daar zat namelijk echt jong publiek en voetballers en modellen en acteurs. En gewoon allemaal toffe mensen die je in de zaal wil hebben. En welk tijdperk spreken we dan? We hebben het hier over 1998, 99, 2000. Ja, zo. Cool. Hè? Maar dat was dan, gelukkig, allemaal samen één show. Dus ik zal zeggen, jij doet 20 minuten, Jeep doet 20 minuten en zo. Dan een uur of... Iedere maand zo. En de ene maand was die wat meer in vorm. En de andere maand was die wat meer in vorm. En dus dat wisselde ik elkaar een beetje af. Maar drie Surinamers, een Marokkaan en een Hollander, ja. Dus dat was wel te gek. Lekker eten. Dat zal. En dat was altijd op dezelfde plek in Amsterdam. En dan moesten mensen naar daar of Amsterdam, Rotterdam. Rotterdam traden we op. En Den Haag. En op een gegeven moment hadden we ook gastcomedians bij. En de meest legendarische was een Ghanese jongen die heette Nuki. En Nuki die at iedere dag een McChicken. Oké. Okay. Ja. Dus je hebt later wel van die documentaires gehad van iemand die dan zijn hele leven lang McDonald's eet. Maar dat deed Nuki, deed het al. Ja. En we zijn eens een keer met z'n allen in een huisje gaan zitten omdat we een cd wilden gaan maken, wat nooit gelukt is. En toen ging Nuki, als hij naar de wc ging, dan moest hij helemaal naakt. Oh. En daarna ging hij uitgebreid douchen. Maar het kwam er ook neer dat hij eigenlijk gewoon als er huishoudelijke taken gedaan moesten worden. Ah, ja. Namelijk afwas of zo, dan ging Nuki altijd even naar het toilet. Ja. En Nuki heeft een paar keer met ons meegespeeld. En we hebben één keer een soort corporate gig gedaan. Met allemaal suits in de zaal. En toen begon hij een heel stuk over Timbaland. Kennen jullie Timbaland? De producer? Ja. Ja. Dat was echt fantastisch, omdat al die mannen zaten hem echt heel raar aan te kijken. En hij begon een stuk dat hij zei... Ken je dat je zeg maar net uit de gevangenis komt? Ja, nee, die kennen dat niet. Dus dat heb ik altijd onthouden van die jongen. En wat voor cd wou je dan op? Najib is wel goed muzikaal ook. Hè? Die drumt ook graag en die is ritmisch. En kan wel een beetje beatbox. En Murt is eigenlijk gewoon een hartstikke goede rapper. Dus er was wel wat talent ook. Mm-hmm. Maar ja, we hadden gewoon... Ik weet niet of we geld hadden gekregen al, maar we hadden gewoon zoiets van we zitten in een huisje en het is eigenlijk wel leuk zo. Ja, en wat was uw rol dan als een muzikale toevoeging? Geen. Nee, zover zijn we niet eens geraakt. Nee, maar het had ook een soort spoken word-achtig iets. Oké. Had jij op die leeftijd idolen, voorbeelden in de comedy scene? Nederlands, Vlaams, Engelstalig? Ja, qua stand-up was er nog niet zoveel. Hè? Ik bedoel, ja, Eddie Murphy en zo, maar dat kon je dan in die tijd wel op videoband krijgen. Maar ja, zoveel als dat er nu is, was het toen helemaal niet. Dus je deed het gewoon zelf. En dat was het tof van die tijd, dat wij eigenlijk allemaal... comedians werden door het gewoon te doen. Dus we deden niemand na of het... Tegenwoordig zie je veel meer. Maar je hebt toch bijvoorbeeld iemand moeten zien, ik zeg maar Toon Hermans of wat is het? Freek de Jonge wie noemt die nou? Ja, Theo Maassen, Hans Deeuwen en zo wel. Ja. Die wel, ja. Maar uiteindelijk moet je zo snel mogelijk je eigen stem leren vinden. En dat hebben we natuurlijk heel snel kunnen doen in die tijd. Omdat je kon iedere dag optreden. Mm-hmm. En dat deden we ook. Er waren nog geen social media, geen camera's. Niemand kon zeggen wat een kut optreden en zo. Dus je kon leren. En dat was te gek. Maar dus zo geen punt dat je zegt van... Ah, wel, op dat moment, daar heb ik echt... Dat wil ik doen. Zoals bijvoorbeeld sommige comedians die zien Eddie Murphy en zeggen... Hey,
super cool, dat wil ik ja, doen. Nee, ik had het op mijn 15e al, maar ja, ik was ook wie ik was en ik zag ook uit hoe ik eruit zag. Dus ook de middelbare school denk je niet meteen, oh ja, ik ga nu beroemd worden. En, nee. Dus, maar ik trad wel op en dan moesten de mensen ook wel lachen. Maar ik heb altijd ergens wel gedacht, ja, misschien lachen ze wel omdat ze me aardig vinden of zielig of weet ik veel. Ja. En toen ging ik naar Amsterdam en toen ging ik dus voor het eerst optreden voor het publiek wat mij niet kende, maar die moest ook lachen. Ja, ja, ja. En dan weet je wel, ah, wacht eens even, dit is iets. Zit in, ja. Ja. Maar ik heb nog altijd dat ik succes wel wantrouw of zo. Dus okay. Ik heb nog altijd dat als er iets succesvol is, dat ik denk, ja, maar is dat dan wel zo? En hoe bedoel je dat juist? Is dat dan wel zo? Nou ja, dat je nog altijd, je hebt altijd in jezelf toch een soort stemmetje die zegt, ja, maar dit is allemaal dit blijft niet, onzin of zo. Ja. En dat dan een soort van winnaarsmentaliteit altijd nog meer willen, is dat dan dat? Of? Nee, het is gewoon het is een soort eigen onzekerheid die je altijd met je meedraagt. Dus ook dit, kijk, deze foto, dit zijn allemaal zeer zelfverzekerde mannen. Maar daarin schuilt bij iedereen toch ook een soort ding van ja, maar ja, het is, we doen ook maar wat, zeg maar. Ja, ja, ja. En het voordeel is dat als het niet goed gaat, wantrouw je dat dus ook. Ja, dus dat, zo, ja. Ja. Want je bent wel heel jong, heel hard gegaan, toch? In die comedy ja, scene? Ik ben om mijn 17e begonnen en ik speelde 8 jaar later, in 2004-2005, speelde ik grote zalen uitverkocht en zelfs 2 keer op een avond soms ja. En zo. En dat was wel waanzinnig succesvol, ja. En kon je daarmee om als jonge gast? Deed dat iets met u? Of? Ik denk het wel, maar je bent wel een soort kindsterretje of zo, op de een of andere manier. Dus, hè, maar ja. Dan kun je ook Macaulay Culkin worden of Britney Spears. Ja, exact. Dus ik ga zo meteen ook een dansje doen als jullie het niet hebben. Dat is een klerenaad ook? Of, maar ik, haar zo, wat jij wil. Haar afscheren, Britney heeft dat ook gedaan. Ja, die heeft dat ook gedaan. Ja. Maar ik heb altijd wel mensen om me heen gehad die gewoon ook wel mij een beetje begeleiden en zo. En ik drink wel, maar ik doe geen drugs en dat soort dingen. Dus ik ben ook niet op een verkeerd pad gegaan. Maar ja, ik ben wel inderdaad zo gegaan en dan ook wel weer zo en dan weer terug zo. En het is een soort golfbeweging bij mij. Stijl, een stijle golf. Ja, het is wel stijl, ja. Ik heb wel 3 carrières in 1, bij wijze van spreken. Ja, en hoe komt het dan dat het dan ineens zo stijl naar beneden is gegaan? Omdat je bent zo jong, je bent on top, je verkoopt zalen uit. Hoe komt het dan dat ineens stijl naar beneden gaat? Nou ja, stijl naar beneden is misschien een beetje overdreven. Ja, okay, ja, maar ik ben iemand bijvoorbeeld die ja zegt op dingen. En soms ook dingen waarvan je denkt, nou, misschien moet je er nog net iets langer over nadenken of zo. Of iets beter. Maar ik ben altijd wel voor vol gas gaan. Ja. Ik ben wel een raket en die kan soms uit de baan gaan. Ja, dat is wel. Zeker. Wie niet wacht, niet wint. Nee, maar het is wel leuk hoor. Ja, dat geloof ik. Om aan boord van de raket te zitten. Ja, dat geloof ik best. Leuker als in een duikboot alvast, momenteel. Kijk, ja. Dat is een goede grap. Dat ben ik dan weer, hè? De gemeenrik. Je moffelt er een beetje weg. Zo. Ja. Ik schaam me er een beetje voor. Maar ja, eigenlijk, ga er nou eens voor staan, man. Nee, ga nou eens voor je grap staan. Ik ben je raket. Ik durf het niet. Nee. Het gaat niet. Je bent toch keurig droog. Ja, dat is je waar. Bent toch een man met een petje omgekeerd. Je mag er zijn. Ja. Beter dan een duikboot. Zo? Wow. Nee, jammer. Moment zelf. Oké, ja, spijtig. Nee, ik heb niet genoeg getraind. Ik heb eens gelezen dat je een grote fan bent van John Stewart. Ja. Dat klopt. Ik heb het juiste gelezen. Je bent ook al een paar keer naar New York gegaan om hem aan het werk te zien. Ja. En hem ook ontmoet. Ja. Oh, en hoe was dat? Ja, heel... Never meet your heroes? Nee, een beetje wel. En het was een beetje zoals iedereen die wel eens in New York is geweest en in een restaurant heeft gezeten, denk je toch na afloop, god, die ober is echt wel mijn beste vriend, toch? Oh. Dus ze hadden een hele aardige, hey man, how you doing? Ja, hey bro. Ja. En ik heb de Daily Show in Nederland gedaan en toen heb ik hem geïnterviewd. Voor Comedy Central was het ook.
Dus ik mocht naar daar om hem te interviewen. Dat was wel een grappig interview. Maar ja, dat was wel tussendoor. Ja. Dat voelde je ook natuurlijk. Ja. Maar ik heb wel een foto met een make-up schema waar ik ook sta en Jon Stewart en Colin Firth, geloof ik. Colin de acteur. Okay. Ja. En wat maakt hem zo goed? Want er is een resum aan late night show host, Conan O'Brien, ik zeg maar iets. Nou ja, omdat hij geëngageerd is. Dus hij maakt zich ook recht kwaad over dingen. Mm. En is ook recht gechoqueerd of ook recht verbaasd of verdrietig. En daar komt vervolgens de comedy vandaan. Emotie, ja. Hij legt er emotie in. Ja. En dat vind ik heel prettig om naar te kijken. Oké. Okay. En dan heb je iemand als Conan O'Brien is gewoon heel kundig en zo, weet je. Dus, en zijn natuurlijk allemaal wel toppers. Ja, ja, ja. Maar hij, en er zit echt een gevoel bij hem in. En dat is waar het bij mij in principe ook altijd begint. Ja, ja, ja. En dat vind ik leuk. Oké, okay, cool, cool. Je hebt al een miljoen toneelvoorstellingen gedaan. Oudjaarsconferences, tv-shows, optredens, tv-werk, De Slimste Mens, Ideale Wereld, noem maar op. Wat is zoiets dat je zegt van, dat heb ik nog niet gedaan, maar dat wil ik absoluut nog wel doen? Of is dat een heel bizarre vraag? Nee, het is helemaal geen bizarre vraag. Alleen ik heb echt al veel gedaan, als we dat zo zien. Proficiat, by the way, daarom. Ja, ja, nee, maar ik heb... Ik weet het niet. Ah ja. In de zin dat ik... kijk, echt acteren kan ik niet. Dus en zingen ook niet, dus dan moet ik me niet daar gaan wagen of zo. De Masked Singer, mogen ze u bellen? Hebben ze al twee keer gedaan, maar ik kan het echt niet. Ah ja. Nee. Maar ze willen nu wel, dat is wel mooi. Ja, tuurlijk, dat is hartstikke lief. Nee. Maar Isabella, kijk, je hebt natuurlijk zo'n Masked Singer. Je hebt mensen waarvan ze van tevoren weten, die gaat het winnen. Oké, okay, ja. En je hebt altijd drie mensen waarvan je weet, nou, die gaan in de eerste twee afleveringen uit. Ja. En dat is mijn categorie. En dan heb je Conor Rousseau. En dan heb je Conor Rousseau. Zit er zo wat tussen. Maar ja. Zo is hij dan, hè? Zeker. Zo is hij dan, heeft hij waarschijnlijk toegegeven. Dingetjes gedaan om erin te blijven. Ja, 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 dat kan. Zou dat weet ik ook niet. Ja, ik durf mij er dus niet over uitspreken. Nee. Ik weet niet. Ja, ik weet het niet. Maar hij heeft wel macht. Hij heeft veel macht. Ja, zeker. Oké. Okay, say no more. Nee, maar hoe heet het? Ik vind dat hartstikke leuk programma, maar ik ga dat zelf niet doen. Nee. Oké. Okay. Dus zo'n late night show was voor u ook een soort van ambitie, dacht ik. Dat heb je nu. En dat is het misschien ook, dat je zegt van oké, ik heb geen andere dromen tussen haakjes. Of dit is het. Het kan ook. Nee, de droom is uiteindelijk om Jan Jacobs zondag verder te zetten. En om het nog beter te krijgen. Ja. En om het een soort vast ding te laten zijn, zeg maar. Ja. Want daar zit het nu nog niet, maar dan moet het wel naartoe. En dus in die zin is het een droom binnen een droom. Ja, ja, ja. Was je tevreden? Voor een deel was ik heel tevreden, ja. Okay. Voor een deel nog niet. Ja. Maar dat is een beetje inherent aan dat soort programma's. Klinkt een beetje flauw, maar dat is wel wat het is. Ja, want werkt dat in Vlaanderen? Het is precies wel een moeilijk genre voor Vlaanderen. Het is extreem moeilijk genre, maar wat ik zeg, ik doe alleen maar moeilijke dingen, maar daar hou ik van. Ja, ja. En ik denk ook recht dat het kan werken, waarom niet? Alleen je moet het van beide kanten de tijd geven en het gunnen en het op poten zetten. Ja. En wat blijkt is dat de Vlaming nogal gehecht is aan zijn zondagavond series kijken op 1. Mm-hmm. Fictie op 1. Ja. Fictie op 1, op zondagavond, dat is een traditie. Ja. En daar waken wij niet van af, hè? Nee, maar dat is de Vlaming. Dat blijkt heel erg. Ja. Nou ja, en dat is goed om te weten. Maar aan de andere kant... Ja, kut. Denk ik ook dat er een groep is die daar niet naar kijkt. Alleen dus dat zijn allemaal van die kleine oorlogjes die je moet voeren, zeg maar. Ja, ja. Want in Nederland werkt dat toch meer, hè, zo'n talkshow. Je hebt Jinek, weet je nog? Ja, Jinek. Lubach bijvoorbeeld. En Lubach en al die, maar ook dat is Veronica, allemaal... Of nee, hoe noemt het? Veronica Inside, Vandaag Inside, hoe moet het allemaal tegenwoordig? Dat is ook talkshow, denk ik dan. Maar dat zijn allemaal programma's, als je terug gaat kijken, zijn allemaal op gelijkaardige manier begonnen. Mm. Namelijk fluctuerend. Ja. Mensen dachten, dit gaat niks worden. Dan dachten mensen, oh, dit is te gek. En alleen ja, dat heeft het allemaal wel nodig om het te laten groeien gewoon. Ja, want de laatste echt goede talkshow, dat ik mij kan inbeelden. Vond ik de laatste show bijvoorbeeld. Dat vond ik heel tof om naar te kijken. Ja.
En dan hebt u Van Gils en Gasten, vond ik ook nog oké. Okay. En dan, ja, maar ja, dat is ook persoonlijk natuurlijk, hè, maar echt een talkshow, ja. Danira hebben we het geprobeerd, dat was ook niet succesvol. Nee, maar het ding is, in Vlaanderen, ik was toevallig in Nederland gisteren weer in een talkshow. In Nederland lult iedereen de hele tijd mee over alles. En in Vlaanderen is dat heel braaf, iedereen, wat ik eigenlijk heel leuk vind, maar iedereen denkt, ja, maar hier weet ik niks van, dus daar ga ik me niet mee bemoeien. Ja, ja, ja. Daar hebben Nederlanders geen last van. Ook meer angst, denk ik. Want als je dan eens een mening zegt, ja, dan zit het direct in dat hokje of direct in dat hokje. Ja. In Vlaanderen, denk ik. Je bent meteen links of meteen rechts of dit of dat. Nou, een mening geven is ingewikkeld in dit land, ja. En in Nederland wordt dat al eerder... Enfin, er kunnen nog altijd ook wel... Ja, dat is makkelijker, ja. Dat klopt. Toch lijkt het daar makkelijker, ja. Misschien is dat een van de redenen. Ik weet het niet. Nee, probeer ook maar iets te vinden. Maar laat ik het zo zeggen. Het is geen gelopen koers meteen. Nee. Maar je kunt nu in dit stadium echt nog niet zeggen, ja, dit werkt hier niet. Nee, oké. Okay, nee. Daarvoor moet het gewoon nog evolueren. Oké, okay, dan wensen wij u daar alvast alles. Dat is gezegd. Het is gezegd. Dus als jullie dat dan even nog tegen de directie van Klevier willen zeggen, dan is het helemaal... Ja, maar als je ons uitnodigt voor een eerste aflevering, dan gaat dat skyrocketen. Jij die fan bent van de raketten. Dus voilà, kijk. Beurt droog in de aflevering 1. Ja. Voilà, kijk. Ik zal proberen geen mopjes te maken over duikboten. Of net wel. Alleen maar. Ja, je moet gewoon kijken of mensen het dan nog weten. Ah ja. Ja. Maar comedy gaat toch over timing en over het juiste moment. Actueel. En nu, op dit moment, is het een goede grap. Ja. Alleen volgend jaar denken mensen, waar heeft die man het over? Ja, absoluut. Ja. Denken ze wel meer, hè, bij mij. Daarjuist heb ik al gezegd, je doet heel veel. Je houdt ook van de raketman, rocketman te zijn. Semi-workaholic klinkt het wel. Van wat ontspan jij? Wat vind jij leuk om te doen naast het harde werken? Ja, met werk is ook wel ontspannend, hoor. Ah ja. Dus in die zin valt het wel... Dan heb je het gemaakt in het leven. Zeg je zo iemand die zo ziek wordt, dat die niks te doen heeft? Ah ja. Ja. Je hebt dat van die mensen die dan zo niks te doen hebben en die daar ziek van worden. Diarree, overgeven. Ja. Valt de elektriciteit weer uit. Ja. Nee, ik word altijd wel ziek. En ik bedoel, het is toch lichamelijk en geestelijk. Het zit allemaal toch met elkaar verbonden op de hele manier. Ja. Zo, op het moment dat je weet, ik hoef niet meer, of ik mag niet meer, of ik kan niet meer, ja, dan houdt je lichaam er ook mee op, ja. En andersom, op het moment dat je een beetje ziekerig voelt, of grieperig, of wat dan ook, en je gaat het podium ook, dan voel je niks. Dan is alles weg. Dan trekt u daar meer door, ja, en zo. Ja. Dat is zotte, ja, dat is pure hyperfocus of zoiets. Ja, en ook adrenaline uiteraard, ja. Maar het is allemaal, dan weet je wat je moet doen. Ja. Ik denk dat ik in mijn hele... carrière heb ik 2 keer een optreden afgezegd, denk ik. Elektriciteit? Ja, 2 keer. Oké. Okay. Je kunt het allemaal 2 keer gebruiken, hè, meestal. Dan is het top, dan is het top. Je hebt ooit verteld, denk ik, in Welkom to the E, dat je ooit eens een show hebt opgenomen of zo met een hyperventilatie aanval die je toen had gekregen? Ja, ik heb 1 keer een soort... zat ik niet goed in mijn adem. Ja. Dus toen zat ik een beetje hoop. Maar dat heeft het publiek eigenlijk helemaal niet gemerkt. Alleen, ja, ik dacht, ik zeg het maar wel even. Mm. En dan is het ook uit. Dan is het ook uit en dan kun je weer verder, ja. Dat is een paar keer gebeurd. En hoe loste dat dan op? Allee, wat doe je dan op die moment? Is dat mentaal zeggen van, oké, goed, ik ga dat gewoon negeren en deur gaan? Is dat... Ja, je gewoon doorpraten. En op een gegeven moment zit je weer in de groef, zeg maar. Ja. Mm. Zoals de plaat weer terug in de groef schiet en dan kun je weer door en dan is het ook meteen weg. Maar het heeft vaak, ik geloof dat ik fysiek of een soort loopje of een soort sprongetje of ik deed fysiek iets waardoor ik was uitgeput. Of lichamelijk een beetje en dan hoger je adem en dan weer doorpraten. Dat is ingewikkeld, ja. Ja, dat zal. Ben je sportief? Ja, ik boks wel, ja. Oh. Ja. Oké. Okay. Wekelijks? Ja, 2 keer in de week. Oh man, dan ben je fysiek in orde. Nou ja, ik zeg wel eens... Dat is intensief, hoor. Een echte goede bokstraining? Ja, dat is wel intensief, ja. En trappen erbij en zo, dat is leuk, ja. Ah, kickboks dan eigenlijk eerder. Okay. Bij de Bulldogs?
In Merksem of nee? Nee. Nee, persoonlijke trainer waarschijnlijk. Ah, het mag ik ook. Heb een persoonlijke trainer, ah, ja. 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 Ben Wijts. Ben Wijts. Ben Wijts. Ja. Sparren met een Ben. Ja, die hoeft niet te bukken, dat trok ik gewoon overheen. Ja. Ja, punching bijtje Ben. Doe dat al lang? Doe je dat al lang? Ja, ik, al sinds 2006 doe ik dat. Oh, maar dan kun je heel wat zieke combinaties. Dan kun je uit de voeten, mocht er iemand u hier in deze gruwelijke buurt bedreigen, dan heb je dan een combo. Je hebt een combo klaar. Ik zie altijd de discussie aan. Ah, ja. Maar ik heb een paar keer iemand zo geraakt met in zijn lever. Ah ja, leverstoot. Ja. Met links. En op een training? Op een training. Tijdens het overvallen. Dat voelde echt goed. Niet voor dat kan ik net als goede seks nog terughalen, dat moment. Ja. Paf! Ja, dat is die krimpen echt in elkaar dan, hè, die mensen. Hè? Ja, even één, ja. Twee en dan kom. En dan weg, hè? Ja, dat duurt even, hè? Ja. Ja. I know. Enfin. Ja, ja. Maar dan zit je sowieso wel een redelijk goede vechter. Als je dat al zo lang doet, dan kan je wel. Maar het ooit moeten gebruiken buiten de boxclip. Nee. Nee, maar ik heb wel toen, ik heb het een tijdje echt wel heel intensief gedaan. En toen stond ik op een gegeven moment in Amsterdam in een discotheek. En toen kapte er iemand champagne over mij heen. Of wijn of zo. En toen maakte ik echt al aanstalten. De reflex. En dat was echt heel vreemd, omdat ik helemaal, ik ben niet agressief. Muscle memory. Ja, maar ik ging echt een soort aan dan. Ja. Meteen in de dekking, hop. Ja, meteen warm, dekking hoog. Ja, ja. Dekking hoog. Dansen. Ja, ja. Voetenwerk, voetenwerk. Ja, ja. Niet aan het dansen, maar enfin. Uppercut, ja. Ja, 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 ja. Links opstoot, goh, kijk eens aan. Dat had ik niet in u gezien. Een bokser, hè? Nee. Terwijl het heeft heel veel met comedy te maken. Het gaat allemaal over reageren en in het hier en nu zijn en scherpte in je hoofd en zo. Ja. En wat is de reden dat je daarmee bent begonnen? Was dat een soort van, ik zeg maar niet, een gebrek aan zelfvertrouwen? Dat je zegt van, ik nee, ik vond het wel leuk en een beetje stoer doen. Ik had wat vrienden in de horeca in Amsterdam. En toen gingen we echt in Amsterdam-West in zo'n afgerachte garagebox gingen we dan trainen bij Robbie. En die was kickboxkampioen geweest. En toen, ik kan me herinneren dat er een... er kwam een jongen te laat. Dus het was echt zo met de mat ook lopen en oesh zeggen. Ja. En als je dat niet deed, dan moest je weer terug en zo. En er was een jongen die kwam te laat. En toen die leraar zei, ja, is goed, doe maar mee. En toen op het eind zei hij, oké, ja, hij was dus te laat. Dus hij moet nu tegen de muur staan. En toen moesten we hem allemaal in zijn buik slaan. Oef. En toen werd die trainer uiteindelijk kwaad op mij, omdat ik niet hard genoeg sloeg. Ah. Dus dat was mijn eerste les. Ja. Dus dat was goed. Ja, oké. Okay. Toen dacht ik, hier moet ik lid van worden. Ja. Dit lijkt me wat. Ik neem een stempelkaart. Ja, ja. Ja, maar die, en met hem ben ik heel lang meegegaan. En nu in Antwerpen train ik ook weer bij iemand. Ja. Okay, cool. Is dat ik allemaal persoon, maar hoe krijgen ze je wel kwaad? Waar word jij kwaad? Waarom zou, als je zegt, ik zou het ooit buiten de club gebruiken, dan is het daarvoor. Nou, toch wel onrecht. En ja, god, het is een super cliché. Maar ja, ik heb nu een kleine van 6. Ja, ja. Als iemand daar iets mee doet. Maar ook kinderen, hè. Dan ik beuk er gewoon op. Benny, wat is er geëcht? Hoe groot is dat leventje van jou nu leventje, helemaal? Leventje. Hopla, wat een dikke. Ja. Nee, dat is een redelijk standaard normaal antwoord. Nu, van die kinderen weet ik niet of dat standaard is. Nee, laat dat er maar in. Knietjes. Knietjes. Ah ja, een korte knie. Ja. Ja, pak. Een klein leverstootje. Een klein schattig. Ja. Ja. Oké, okay, ja. Met deze kindermishandeling kunnen we rustig naar een volgende foto, denk ik. Ook kindermishandeling. Ah, het gaat over de kindertijd. Dus, schattig. We zien hier dat je ook niet altijd een bokser bent geweest. Ook een ja. Ja, het ziet eruit alsof ik een klap op mijn bek gehad heb wel. Hè? Ja, en ook een leverstoot en het is zo 1 seconde en bij de 2e seconde gaat het neergaan. Ja, ja, dat is zo wat de blik die je hebt momenteel. Ja, maar toch, ik was een squits, jongens. Ik was geen onaardige squits. Ja, de Haaland van Friesland wordt je dan genoemd? Hazeland. Hazeland van Friesland. Hazeland, ja. Nee, ja, dus voetbal. Zit dat nog altijd in de genen? Enfin, zit dat nog altijd de microbe, ja, is er ik nog? Ik vind het wel heel leuk. Alhoewel, ik ben enorm vervlaamst, maar het Belgische voetbal, nee. Het Belgische clubvoetbal vind ik ingewikkeld. Alhoewel die Al de Wereld in de 94e minuut was wel legendarisch. Maar 93, 33, hè? Ja.
tattooën. Dat is de 94e minuut. Ja, mooi. Ik zeg het nog even specifiek. Dat klopt. Kom dan! Nee. Maar... ik ben geen 8 jaar, hè, broer. Maar hier, ik heb in mijn jeugd het wel gedaan. Ja. En ik vind het wel heel leuk. En ik denk dat ik voor alle jongetjes spreek... Dat ik de beste was. Dat je toch altijd nog het idee hebt dat je dat wel kan ook. Voetballen? Ja. Nog altijd? Nou, ik ben nu 43, zal niet meer zo zijn. Maar je hebt toch, ik heb toch altijd nog wel gedacht, ja, ik kan wel gewoon mee. En tot hoe lang heb je gevoetbald? Allee, tot welke leeftijd heb je gevoetbald? Tot 16 of zo. 16. En ik ging een keer met een vriend van mij, die voetbalde dan met zijn vrienden en dan ging meedoen. En dan ging echt wel goed en zo. En toen zei hij ook, mijn neefje gaat meedoen. En dat was Boy Waterman. En dat was een keeper. Die heeft nog bij AZ en bij PSV. En hij was toen de reservekeeper van Heerenveen. En hij deed ook mee. Nou, en dat was echt een moment. Die kwam ik gewoon aan met de bal en die passeerde mij. En dat was echt het moment dat ik me letterlijk realiseerde... ja, maar dit gaat nooit gebeuren gewoon. Ja. Ik ben geen voetballer. En deze jongen wel. Dus er is gewoon een verschil. Ja. Maar dit was ik... ik denk dat ik hier 9 of 8 was. Bij de Zwaluwen. De Leeuwarder Zwaluwen. Okay. Heel mooi. Blond ook. Ja, blond. Ook die persoon naast jou? Ja, Matthias. Matthias, kijk eens aan, die weet het nog. En dan is er ook nog een Venetiaans blond iemand. Nee, Raymond was dat. Raymond. Heb je nog contact met ploeggenoten van toen? Of? Nee. Ik heb wel gemerkt dat naarmate je wat beroemder wordt, dat er dan opeens heel veel gasten zijn die zeggen, ja, maar ik heb nog met jou gevoetbald. Ah, ja. Ja. Ja, dat je denkt op een gegeven moment, we waren echt niet met 40 op een veld. Het waren er echt maar 11. Ja. Maar ik weet nog wel, ja, gek, voor mij weet iedereen nog wel wie zijn jeugdteam is, toch? Ja, ja, grotendeels. Ja. Grotendeels. Ja, als je een foto zou zien, denk ik wel dat je de meeste zou kunnen... Dus ook de een of andere manier onthoud je dat toch altijd nog wel of zo. En die... speciaal, hè? Waarom zou dat zo gaan? Maar je hebt er ook veel tijd mee door, hè? Allee. Het is natuurlijk een toch ook wel dat je... En je schuift ook samen op, denk ik. Ja, en zo, jij gaat rechts buiten staan en jij gaat daar staan. Ja. En zo, dat was allemaal wel belangrijk natuurlijk. Mm-hmm. En altijd direct in de spits. Ik heb spits gespeeld en ik heb echt wel doelpunten gemaakt ook en zo. Ook wel heel veel gemist. Story of my life. Maar dat is wel wat ik deed, ja. Wat was uw beste kwaliteit als spits? Overstapjes. Oh, Denilson. Oh. Denilson van Real Betis. Overstapjes. Dus die goal van België tegen Japan en zo. Was zo'n overstapje. Een dummy. Heet dat een dummy? Een dummy. Ik denk dat een dummy is. Ah, ja. Hij doet de dummy. Hij fans daar. Ja, een fans. Ja, ik heb dat een paar keer gedaan. Ja? En stond er dan ook iemand achter u? Of? Zeker. Deed dat gewoon zo. Maar ver voor België-Japan, dus eigenlijk een trendsetter. Sowieso. Ja, denk ik wel. Oké. Okay. Zijn er beelden van? Nee, dat denk ik niet. Ja, er is wel een beeld van een soort solo van mij naar de goal. Tegen blauw-wit, de aartsvijand. Oh. daar zijn beelden van. Maar jij ziet ook in blauw-wit, by the way. Ja, daarom. Truitjes gewisseld. Nee, maar ja, rood-wit, dat is ook Ajax en Feyenoord en PSV. Ah, ja. Maar hoe heet het? Dus daar zijn beelden van. En ik heb gescoord tegen Cambuur. Oh. Tegen de jeugd van Cambuur en zo. Dus ja, dat soort dingen staan nog wel in mijn geheugen. Ja, dat snap ik. Kijk eens aan. En volg je het voetbal ook? Belgische clubs niet, dan heb ik de indruk. Wie is uw club in Nederland? Ben je een voetbalsupporter? Ik heb heel lang bij Ajax op de tribune gezeten. En dat was net voordat ze echt heel goed begonnen te worden. En welke periode dan? Daarvoor, dus... Ja, maar we zijn een paar keer al goed geweest en heel slecht. Dus ja, maar na Van Gaal. Ik heb ook Sneijder gezien en ik heb Van der Vaart zien voetballen. Ja. Dat is toch wel heel goed, hè? Die waren ook John Heiting, ja. Maar zo die Champions... ik heb ook Champions League-avonden gezien. Ja. Maar dat was wel... Zlatan? Zlatan beter? Zlatan heb ik gezien, ja. Ik heb die goal gezien, die slalom heb ik gezien, ja. Tegen Breda, denk ik. Ja. Nak Breda, ja. En ik heb nog een keer gegeten met Zlatan. Oh. In een restaurant. Omdat dat hier, hè? Ja, dat is hem, ja. Dat is hem, Zlatan, de, want de neef
de neef van Mino Raiola, die is overleden, want dat was zijn zaakwaarnemer. Of worden we nu te specifiek? Nee, helemaal niet. Nee. We hebben een Miet Mythisch gedaan, de voetbalpodcast. Dus wij nemen dat. Zit in de fans. De fans zitten van Miet. Wachten. Ja, de neef van Mino Raiola. Ja. Absoluut hoor. Dat was een Italiaan, uiteraard, en die had een restaurant en daar kwam ik veel. La Giovanni's. Nee. Maar en daar kwam ik veel en daar heb ik ook avond een keer met Zlatan gegeten. En, echt aan tafel? Ja. Oh, cool. Dat is een van mijn favoriete persoonlijkheden. Gewoon en over wat praten dan met Zlatan? Hij was toen heel. Hij zat toen net bij Ajax, dus toen zal hij 20 geweest zijn. Dus ik denk dat hij. Alhoewel, we schelen ook niet heel veel. Dus nee, ik was ook jong. 41, denk ik. Ja, ik ben 43, dus dat is eigenlijk. Dus ik denk dat hij eerder een beetje zo aan die vriend van mij hing, die neef van Mino. En voor mij was Raiola er zelf ook, dat kan ik me zo voorstellen. Ja, dus het was een grotere groep. Het was niet en Zlatan, zeg maar. Nee. Ah, geen date? Nee. Heb je woorden gewisseld met Zlatan? Ja, volgens mij wel, ja. Ah, cool. Je zei, ik heb nog meer gevoetbald, denk ik. Ja. Nee, je voetbalt met Zlatan. Niemand slaat aan voetbal met niemand. Nee, maar Zlatan heeft ook met mij gegeten. Ja. Dat heb ik al. I'm the god. Ja. Oh my, cool. Ja, super. We hebben heel wat gelezen. Ik las ook dat je 3 maanden in Amsterdam hebt gestudeerd. 3 maanden? Of klopt dat niet? Je bekijkt me wat bedenkelijk. Ja. Nee, ik heb gestudeerd in Amsterdam kunstgeschiedenis, maar toen. Gestopt, blijkbaar. Ja, toen ging ik eigenlijk al meteen optreden en dan verdiende ik ook geld mee. En ik kreeg toen een vriendin en die was 11 jaar ouder dan ik. En die had zoiets van, waarom moet jij nou naar college? Blijf gewoon liggen. En dat deed ik natuurlijk maar al te graag. Ah ja, maar toen goede invloed. Wat zeg je? Goede invloed. Ja, zeker goede invloed. En, maar goed, toen was het ook wel duidelijk dat ik gewoon zou blijven optreden. En toen ging ik ook al bij Dit Was Het Nieuws werken, achter de schermen en zo. Dus, Ja. Dus heel snel gegaan eigenlijk. Ja. Want je ging kunst... Geschiedenis. Kunstgeschiedenis. Omdat je daar uiteraard een interesse in hebt dan? Of, Ja, nou ja, ik had wel besloten, ik ga niet audities doen voor toneelscholen of kunstacademie. Dat wilde ik allemaal niet. Maar ik wilde wel gaan doen wat ik uiteindelijk ook ben gaan doen. Maar dat heb ik dus een beetje via een omweg gedaan. En kunstgeschiedenis was dan plan B. Ja. Ja, want hier in België zouden dan zo bijvoorbeeld, ik weet niet of dat nog bestaat, Herman Terling kan doen of van die woordkunst drama. Speel een bord spaghetti. Speel een bord spaghetti van Da Giovanni's, specifiek. Maar dat deed je dan niet? Dat zei van, Nee. Okay. Ik had geen zin in audities, omdat ik geen zin had om afgewezen te worden. Maar uiteindelijk heb ik bij Comedy Train ook auditie moeten doen. Maar dat was eigenlijk veel relaxer, want het was tuurlijk, gewoon een optreden. En er zaten 3 comedians in de zaal en die zeiden, nou, volgens mij kan jij het wel. Ja. En dat was het eigenlijk. Ja, dat is toch een andere soort jury. Bij zo'n ding gaat dat inderdaad meer zo leerkrachtachtig benaderd worden. En daar worden door je peers eigenlijk gekozen. Ja. Dat is denk ik inderdaad gewoon al cooler. Ja, maar dat is ook specifiek. Het is niet omdat je geen bord spaghetti kunt spelen dat je een slechte acteur bent. Ja, of een gebakken ei. Ja. Of een gebakken ei. Een vriend van mij heeft het ooit moeten doen, op de toneelschool gebakken ei spelen. En ik bleef een minuut lang stil liggen. En toen zei de docent, waarom beweeg je niet? Zei die, het gas staat niet aan. Dat is er door, hè? Ja. Dat is er door, denk ik. Ja. Kijk, goed. Ik heb ooit een workshop toneel gedaan en ik moest een buskotje onder water spelen. Dus ik deed zo alsof zo, ik onder water stond. En die gast zei, nee, ga zij het buskotje. En dan heb ik al zoiets van, ja, man. Wat? Ja, maar be like a buscoach, hè? Don't act. Onder water, hè? Ja. Ja, oké. Ik kon het niet. Nee. Sorry. Terwijl nu het zegt. Ja, nu achteraf, uiteraard. Je straalt het al wel heel lang uit. Ja, uiteraard. Nu weet ik het, maar toen. Ja, maar ik denk nu, je bent nog een buskotje onder water, toch? Ja. Je straalt het uit. Je straalt het wel. Noemen ze mij nog altijd. Ah, een buskotje. Ja. Maar je houdt het wel vol. Je houdt het water wel tegen. En sindsdien nooit als karakter geweest. Altijd. Ik snap dat. Leren. Ik snap dat. Ja. Goeie verhalen. Dat is heerlijk in stilte laten vallen. Dat vind ik top. De vogeltjes op de achtergrond zo. Ja. Goed. Ja. Zeg, even totally something different.
Heb jij ook in Parijs gewoond of zoiets? Of totaal niet? Nee, nee. Totaal niet, want ik had ergens gezien of gelezen, ik heb enorm veel gelezen, Charlie Hebdo, zat jij in Parijs? Ja, ik was daar toevallig, ja. Ah, oké. Okay. Dus ik was daar toevallig toen dat gebeurde en... Ja, dat is gewoon puur toeval. En volgens mij had ik wel meteen door wat het was en hoe erg het was. Vakantietje? Enfin. Ja, ik was gewoon ook vakantie. Ik zou die dag teruggaan met mijn vrouw in de Thalys en zo. En dat is ook allemaal gebeurd. En toen heb ik wel dat krantje gekocht, want het was de dag waarop de nieuwe Charlie Hebdo uitkwam. Ja. En toen heb ik dat wel gekocht. Ik kende het wel, maar ik was niet een lezer of zo. Dat nee, nee, nee. Niemand. Het ligt nog wel ergens in een la. Dus ik heb het nog wel. Ah, ja, je hebt dat echt van die dag eigenlijk. Ja. Ja, ja, speciaal. Ja, want ik heb dat nog eens nagelezen eigenlijk, naar aanleiding van die vraag dan. En er zijn best wel wat mensen gestorven eigenlijk. Ik wist niet, dat zijn echt al binnengedrongen. Dat is dat op die nieuwsredactie, dat ze echt zijn binnengedrongen. Twee broers zijn binnengedrongen en die hebben er inderdaad wel wat... Ja, ik weet niet, was er nu 8 man of zo? Echt, ja, neergekomen? Ja, echt wel indrukwekkend veel. Ja. En ik weet dat ik toen die avond was ik gebeld om naar De Wereld Draait Door te komen in Nederland. Want volgens mij hadden ze echt iedereen gebeld. Maar er waren heel veel mensen die niet durfden toen. Hmm. Omdat in Nederland hebben mensen bij De Wereld Draait Door dachten ze, oh, dit kan ons ook overkomen. En volgens mij hebben ze ook bij De Ideale Wereld ook altijd ergens zo'n beetje zo'n angst gehad. Heel kort hoor, wat ik ervan hoorde. Alleen volgens mij was het wel vrij snel duidelijk dat het geïsoleerd, dat het echt Frans was en dat het echt over die gasten ging. Ja, en ja, dat het dat soort satire was, wat blijkbaar... Want was De Ideale Wereld dan gekend ook voor zo'n satire? Of ik weet dat... Ja, ik weet wel dat er wel wat angst was toen. En ook rondom de aanslagen in ook Zaventem natuurlijk, dat van, ja, Jezus... Het begint er dicht te komen. Hè? Dat was vooral het gevoel. Tuurlijk, dat begrijp ik ook wel, als je humor maakt. Ja, ja. Dus, en toen is die hele discussie is wel een beetje op gang gekomen. Alleen ja, ik heb altijd wel gevoeld van, ja... Volgens mij was het echt specifiek daarover, ja. Ja, dat wel, denk ik. Ja. Dat wel. Er zijn zo een paar, op een bepaald moment, Madrid is er een keer geweest, dan Londen hadden we dan. Dan hadden ik ook persoonlijk... Ja, Londen was ik ook toen daar aanslagen waren. Oké. Geen toeval niet meer. Nee. Gaat er hier zoiets niet ontploffen of niet? Allee, het is maar, nee, helemaal niet. Het is maar dat we het weten. Want, maar ik was in Londen en ik was in Parijs toen, ja. Maar niet dicht bij de actie. Nee. Waar was jij op 11 september 2001? In een vliegtuig. Dat is echt waar. Oh. Maar ik vloog uit Thailand terug. Ah, ja. Ik was ook vakantie geweest, maar ik zat in een vliegtuig terug uit Thailand. Oké. Okay. In de vliegtuig? Ja. Nee, op de luchthaven in Bangkok zag ik wat er gebeurd was. En dan moest je nog vliegen. Welke luchthaven zag je dan? Bangkok. Och, en dan moest je nog vliegen? Ja. Oh my god. Ja, jongens. Ja, mannetjes. Zoals Forrest Gump ben ik eigenlijk. Ja, ja. Gegeten ja. met Zlatan. Ja. Vlieg ook 11 september. Bij de alle aanslagen in Europa. Alle aanslagen. Ik was er gewoon helemaal bij. Ja. Heb je iets te maken met de dood van Berlusconi of zo? Is er gewoon een scoop dat we moeten weten? Maar wel met de coming out van Conor Rousseau. Ja, oké. Dat dacht ik. Ben jij de minares van Bart de Wever misschien? Sowieso. Oké, ook. Ja. Het was een blonde, dus... Ja, precies. Lange lokken. Ja. Daarom kijk je altijd zo chagrijnig. Ja. Die man lacht nooit. Weinig. Is toch raar? Ja, die lacht wel, maar die zijn maximum lach is zo... En dan is lachen. Ja, maar ik denk wel eigenlijk dat het een hele getalenteerde politicus is. Zeker. En ik denk ook wel dat hij humor heeft. Maar je moet wel een beetje lachen soms. Wil je dit helemaal kunnen doen, denk ik. Ja, zou dat iets voor u zijn, politiek? Altijd in kostuum al zeker? Ja. Het zou kunnen. Maar ik denk dat ik het te saai en te stroperig vind. Mm. Mm-hmm. Maar ik vind het spel wel interessant, ja. Dus... En het retorische ervan en zo, dat vind ik ook leuk. Maar goed, ik zal nooit de echte politiek ingaan. Nee. De partij van de comedy, dat zou goed zijn. Dat er zo geroast en gelachen wordt. Ja, maar dat is gebeurd, hè? Zelensky en Beppe Grillo in Italië. Maar ja, dan, weet je wel, dan word je gekozen. Dan moet je aan het werk.
Dat is echt verschrikkelijk. Dat wil je shit. Niet. Fuck, nee. Jongen. Het was niet het plan. Campagne jongens. Voeren, dat zou leuk zijn. Maar echt regeren, nee. No way. Ja. Dat kan ook niet zo doen, hè? Ja. Je bent toch een beetje in een bushokje onder water. Ja. Ja. Je zult altijd een buskotje onder water blijven. You can take the buskotje. Nee. Out of the water, ja. Maar... You can take the water. Yeah. Whatever. Eat. Eat. Moet jij nog altijd door om 9 uur? Just asking. Ja, ja, okay. Als ik kan. Nee, dan gaan we dan... Dan heb ik nog één vraagje. Want je hebt er juist al een beetje aangeraakt. Je bent papa. Ja. We kennen jou natuurlijk van televisie, als een grappige man. Maar wat voor papa ben jij? Als afsluitertje, wat voor papa is Jan-Jaap van der Wal? Heb je er ook een foto bij, of is dat niet? Nee. We hebben nog twee andere foto's. Maar maar gooi die foto's. Dan foto's. Snel. We hadden dit eigenlijk het tv-werk gewoon, maar bij het vaderschap hadden we geen foto. Maar dit is ook een mooie foto. Dit is een goede foto. Ja, als je wil. We doen even alsof je papa bent van Pedro dan. Hè. Voilà, kijk, we zien uw zoon. Ja, enigszins was ik natuurlijk wel een soort... vaderfiguur voor Pedro. Vrolijke vader, ja. Ja, kijk eens aan. Ja. Nee, je moet altijd dingen doen die nog nooit gedaan zijn. Dingen die raar zijn, out of the box. Daar ben ik enorm voor. Okay. Dus deze mensen waren, afgezien van Pedro Elias uiteraard... Ah ja, oké. Okay. Maar Dena en Eva waren nieuw. En dat, ik vind dat je moet dat altijd doen. Hè? Of dat nou meteen raak is of niet, daar gaat het niet om. Maar je moet het altijd een keer proberen. En ik ben wel iemand die voor de troepen uitloopt. Dus een... een raket die wel doorstijgt. En nogmaals, soms in de verkeerde baan raakt... Mm-hmm. Of satellieten onderweg wegschiet. Maar je moet daar wel in doorgaan. En dit was een vrolijke bending bij elkaar. Okay. Maar wat voor vader ben ik? Ja. Dat ben ik denk dat ik heel relaxed ben. Wel, en... Dat is nog een andere foto, ja. Nu ging je net over zijn vaderschap beginnen, Zacco. Ja, maar toen was ik net vader. Kijk eens aan. Dat wisten we. Dat wisten we. Dat is mooi gekozen. En je was aan het vluchten? Of? Ja, ik ben even de zee, sigaretten halen. De zee in aan het lopen, maar de wind stond verkeerd. Ja. Maar ik denk wel dat ik een relaxe vader ben. Vertrouwen geven en alles mag en alles kan, denk ik. Oké. Hij is super braaf, dus hij zal echt nooit iets stouts doen. En hij is ook pas 6 natuurlijk. Ja, maar dan kun je al iets zien, denk ik. Ja. Maar het is waanzinnig leuk en het is ook ontzettend confronterend. Want hij snapt helemaal geen zak van wat ik doe, weet je. Dus dan ga ik hier naartoe en zeg ik ga werken en dan... Ja, maar wat is dat dan? Ja. Vindt hij allemaal maar vreemd. En ik heb laatst verteld, vertel dan is een grap. En toen vertelde ik een grap. Zei hij, maar dat is helemaal niet grappig. Maar heb je die duikbootgrap al verteld? Nee, maar die gaat hem zeker begrijpen. Ja. Dat is de leeftijd. maar dan ga ik ook dat petje aan. Moet. Ja, je moet het helemaal doen. En ik kan hem alleen maar... het is nogal wat, weet je. Ik heb besloten dat we hier gaan wonen, weet je wel. Dus hij is uiteraard meegegaan. Maar het is natuurlijk een Nederlands jongetje. Maar hij wordt wel Vlaming, denk ik. Maar ik vind wel dat hij in Antwerpen... En goed, ook in een vriendelijke stad. Alhoewel dat heel veel mensen daar anders over denken. En misschien goeie ook burgemeester. Wat zeg je? Een goede burgemeester. Altijd lachen. Altijd lachen. Ja. En... maar ik vind dat hij opgroeit in een vriendelijke stad. Ook een leuke school. En dat is allemaal heel belangrijk. Zeker. Het enige wat ik laatst wel heb gedaan... is dat er kwam een bierfiets langs. Oh, ja. Mm-hmm. En toen ben ik gestokt. Hij zat achterop bij mij op de fiets. Nu komt er een boksverhaal. En toen heb ik gezegd Tove, want zo heet hij. Mm-hmm. Oké. Okay. Dit doen we nooit. Zijn geen goede mensen. Oh. Deze mensen, daar houden wij niet van. Oké. Okay. Hier gaan we de bier.
Zelfs als kristal is, dan nog altijd. Ja, maar het zijn Hollanders, ook een bierfiets. Oh, door nee. Het zijn toch altijd Hollanders? Ja, maar dan, ken je mensen zonder die fiets? Ken je Vlamingen die ook een bierfiets zitten? Ja. Echt? Ja. Maar dan zijn ook dat geen goede mensen. Nee. Absoluut. Geen goede mensen. Nee. En ik ben niet voor geweld. Maar dan, ja. Ja, oké. Uw vrouw is ook Nederlands? Ah, ja. En uw zoon spreekt dan met een Nederlands accent of een Vlaams accent? Ja, Nederlands accent. En dat gaat allemaal wel talig en zo. Maar hij zegt wel, ik ben gewonnen. Grootdoos, boekentas. Wat is het Nederlandse equivalent van brooddoos? Een broodtrommel. Broodtrommel. Oh my fucking god. Ja. Misschien ken je dat gevonden, Manu Kirsting worden die eigenlijk... De beide echt... spot on kan. Ja, mijn vrouw en ik spreken gewoon natuurlijk Nederlands en Hollands thuis. Ja. En doe even normaal. Oei, die zijn normaal, Nederlands. Dus ik ga nu gewoon een beetje beschaafd thuis. Dus, ga eens even... Is dat Amsterdam? Zo dan... Ja. Ah ja, goed. Ja. Even normaal doen. Echt zo, hè? Klok op je kanis. Oh my god. nee, maar dus maar de woorden en zo. Maar soms zegt hij ook, ik versta het helemaal niet. Weet je wel, in de klas. Ik heb het niet verstaan. Maar dat gaat allemaal wel weer... Verstandelijk of... Gewoon nee, auditief. ja. Uiteraard. Ja, maar dat is dus, ja. Ja. Nou, dat is... maar ik hou van hem. Dat is de basis, denk ik. Ja, dat is de basis. Dat belangrijk is. Ja. Nee, ja, super sneu dat je... Nee. Ja, nee. Want hoe lang duren deze podcasts normaal dan? Normaal kunnen wij nog even doorgaan, maar dat is geen probleem, want dan hebben we een reden om je nog eens uit te nodigen. Misschien. Ja. Is dat geen... Toch? Ja, natuurlijk. Ja, maar laten we heel eerlijk zijn. Het is de laatste aflevering van het seizoen. Ja. Het is mooi weer buiten. Ja. Dus mensen hebben een kortere spanningsboog. Ja, klopt. Dat is zo. Jij denkt in functie van... Stokje? Ja. Ik denk met jullie mee. Ja. Dat is nodig. Ik loop hier maar te lullen zo. Ja. Maar ik denk toch een beetje ook aan de luisteraar. Ja. En ik denk op een gegeven moment, nou, het is netjes neergelegd. Ja. Klopt. We hebben een mooi eind aan gebreken. Mm-hmm. Hè? Ze hebben echt privéfoto's gebruikt van op de dijk. Ja. De zee. Mm-hmm. Maar ik kom graag nog een keer terug. Ah, kijk, voilà. Je bent zo'n professioneel afronder. Dat is heel goed. Misschien kunnen wij gebruiken van volgend jaar ook gewoon dat... Jongens, het is bij iemand anders aan. Jongens, het is voldoende. De luisteraars hebben... Ja, je zou kunnen zeggen, ik ben een professioneel afronder. Je zou ook kunnen zeggen, jullie kunnen niet afronden. Nee, we kunnen heel weinig. Ik denk dat ook een beetje... Gewoon een punt zetten. Ja. Achter alles. Ja, oké. Nee, ja. Ja, laten dat doen we zeggen, in het seizoen, hè. Laten we zeggen dat het bushokje nu helemaal onder water is. Ja, het is verzopen. Helemaal vol. Het is verzopen. Jammer. Hetzelfde lot beschoren als de duikboot. Nee, zie je? Nu, dit is dus niet afronden. Nee. Dus ga je het weer terugnemen. Sorry. Ja. Ik ga. Dag! Nee, serieus, dag. Tot volgend seizoen of whatever. We zien wel. Hoezo, whatever? Er is toch gewoon een nieuw seizoen? Dat weten we nog niet. We zijn nog wat studio. We zitten met een verhuis. We zitten nog met een verhuis met studio dingen. Dus we weten nog niet, beste kijkers en luisteraars, of dat die terugkomt. We gaan er echt alles aan doen. Ja. Want we willen u uiteraard nog eens kunnen uitnodigen. We gaan een pand zoeken met elektriciteit. Ja, willen jullie mogelijk bij mij thuis komen zitten? Ah ja. Dan ben ik er gewoon iedere keer. Nou, de professionele afronder. Ja, dan kan ik gewoon na een kwartier zeggen, jongens, afronden. Ja. Ja. Ah, het is mooi geweest. Het is goed. Ja. Het wordt niet beter. Dus. Dit is het. Ja, dit is het. Ja, oké. Okay. Dus, maar vorig seizoen is puur locatie geweest. Ja. Want jullie hebben er zin in. Zeker. Ja. We wilden gaan als een raket. Precies. Jullie hebben alle twee een laptop, waarvan ik me echt al de hele tijd aan het afvragen ben. Wat staat er dan op? De voetbal. Staat hij überhaupt aan? Wat zitten jullie te kijken ondertussen? BBC, maar niet diegene die jij denkt dat het is. Ja, nee, Big Black Cock. Dus komt zeker een volgend seizoen. En dan kom ik nog een keer terug. Oké, dat is nog weer een afsluiter. Dat had je dan weer niet moeten zeggen. Jawel, maar jawel. Jawel dan, dat dan had je het gewoon... Okay. Ik zei niks, hè? Ja, ik had hem door. Ik heb een fout gemaakt, nu gaan we te gooien. Ah ja, oké. Okay. Ik denk dat iedereen weg is nu. Ja. Ik denk dat iedereen nu weg is. Ciao, bedankt om te komen naar Janiaap.
Bye-bye.